kijkt naar een nieuwe vlog van het grote avontuur hier in Hongarije. Het is dinsdag 17 september en Patrick heeft net opgehangen met een Nederlandse provider. Want ja, we wonen al meer dan een jaar in Hongarije, maar ze proberen via alle hoeken nog steeds abonnementen aan ons te verkopen. Dus hij heeft zijn lolletje weer gehad deze ochtend aan de telefoon. Maar er is een nieuwe dag, dus ook een nieuwe vlog. Dus ik heb de vlog niet geopend. We hebben net al. Deze muziek zal kijken, want dan is onze kleine Easy. Oh, onze kleine Easy en onze sappeke, maar die is het dus niet meer. Onze Easy. Ik had hem net laten zien en dan keek ook bij zijn eigen. Wie is dat? Dat was onze baby Easy. Dat was onze baby Easy. Dat ben jij. Toen was je baby. Ja. Toen was niet zo grijs. Maar dus een nieuwe dag. Dus dat betekent ook een nieuwe vlog. En dat betekent ook dat die nog open moest worden. Bakkes. Dus bij deze. Bakkes. Het is een beetje rumoerig en een beetje hectisch. Bakkes. Maar we wensen jullie heel veel kijkplezier met deze nieuwe vlog. Je maakt er wel echt wel bij, hè. Ik kom toch uit Slovenië, joh. Hoe is dit, hè? Bakkes, dit. Bakkes. Bakkes. Oh, wat is begonnen? En je zei dat je ze mooi opgevoerd had. Nou, ik wil het toch niet aan, nee. Nee, hè. Nou, eet smakelijk, kinders. Het is tijd om koffie te zetten. Nou, Quist, ik ben echt aan het kwallen vandaag, is het niet? Het is tijd om koffie te zetten, kul. Koffie. En de broodbakmachine zit ook alweer aan. Ik kan ook weer zijn werk gaan doen. Dag Sinterklaasje, dag. Daar komt hij aan, hoor. Oei, 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 die gaat die stofzuiger weer. Dat komt dat die stang niet in die stofzuiger past. Ja, dat klopt. Oh, stoi, oei, 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 oei. Meneer de Sinterklaas. Oh. Nou, ik hoor auto zwemmen, dus dat betekent de filters voor de jacuzzi zijn binnen. En het, hoe noem je dat ook alweer? Interieurfilter. Voor de auto is binnen, want die moest ook komen. Dus het is pakketjestijd. Dat betekent dat deze meneer Sinterklaas is geweest. Zo noemt hij zichzelf. Oh, toch wel. Toch wel, pup. Eigen plek, hè? Achter. Of chakradie. Niet chakradie. Koud. Koud. Maar ik ben in die buiten. Nou. Ben je blij? Ja. Nou. Gaan we aan de slag, hè? Vandaag is de dag dat het raam wordt geplaatst in de loopdeur van de schuur. Die gaat hier komen. En dat is de ombouw natuurlijk. Hier ligt het raam, dat is gisteren binnengekomen. Dit raam gaat erin worden gezet. Er zit nog een beschermplasticje op, hè? Maar dit wordt het raam. Heeft meneer uitkijken op de weg als hij hier aan het klussen is. Of, oftewel aan het hobbyen is.
Bak-bak? Ja. Dus meneer gaat even uitmeten. Meten is weten. Ja? Is de auto niet goedgekeurd of zo? Ik zag je allemaal aan de onderkant maar koekeloeren. Ben ik het tegenwoordig van de vakgarage of zo? Ja? Is die niet goedgekeurd? Is die niet goed? Nou, daar geloof ik niks van. Die is supergoed. Ja, die is gewoon vorig jaar gekeurd voor 2 jaar. Dat doen ze hier gewoon in Hongarije, hè? Ja? Die is gelijk voor 2 jaar goedgekeurd. Ja. Easy'tje. Het doet vandaag niet regenen, dus er komt ook geen water uit de tyleenslang. Ja, sorry. Ik snap dat je regenwater wil. Moeder kan dus de bak, je drinkersbak vullen met regenwater in plaats van kraanwater. Ik vind het prima. Maar er komt daar uit dat slangetje vandaag geen water uit, want de regen komt niet. Goed? Dat komt er niet uit, hoor. Komt er echt niet uit.
Het ging wat sneller dan verwacht. Patrick was nog aan het snijden. En Patrick gaf hem één duwtje. En ik denk, oh, ik wil nou de camera zetten. Want die zal niet binnen één duwtje naar buiten liggen. Het stuk wat hij uit heeft gehaald. Maar, dus wel. Dus sorry, de camera stond niet aan het moment dat hij hem eruit sloeg. Nou, voilà. Draam erin. Afwerken die handel. En heb je klus 1 voor vandaag weer geslaagd, man. Super. Ja, nou ben je nou moe, hè? Ja. Zullen we eens even buiten kijken? Want buiten ligt het stuk sandwichpaneel. Wat hij naar buiten sloeg. Maar ja, dat was al binnen 1 tel. Lag het eruit. Iris, ik moet oppassen. Het zal natuurlijk scherp zijn. Dit is het paneel wat aan de binnenkant. Zo ziet het eruit. Dus, ja. Nou, mooi reststukje. Kent hij ooit weer ergens voor gebruik, Kas? Je weet het maar nooit. Nooit zomaar weggooien, die handel. Oh. Dit is de poppenkaas. De trein. Je lang verwachte droom, je hebt er al een jaar heb je het erover. Een jaar vraagt hij erom. En nou heeft hij er een. Een raam in de deur van de schuur. Lijkt me dat er een scheur in zit, maar dan komt omdat daar die pijp staat. Die regenpijp. Nou, zelfs was het niet goed. Patrick wilde in eerste instantie de buitenlaag wit hebben van het kozijn. Ik zei nou, doe anthracite, want dat is mooier omdat je ziet, wij hebben anthracite afwerklijsten, hoekprofielen, ook allemaal anthracite kleur. Ik zei tegen Patrick, krijg je spijt dat je hem wit gaat doen en dan wordt het weer viezelijk, lelijke kleuren wit zeg maar. Dit zou veel mooier zijn en hij is er heel, heel blij mee. Nou, daar ben ik ook apenblij en dan... kan hij hem even afmonteren. We kitten hem nog niet af. Omdat we eerst wel eens af willen wachten wat die rubbers zelf doen. Namelijk in de kozijnen. Hier zo zitten gewoon rubbers onder. Aan de binnenkant. En natuurlijk, hij heeft hem nog niet afgeschroefd. Hè? Hier zo. Dus er zit nog een opening. Dat moet hij allemaal doen. Is hij nou mee bezig. Maar dit paneel is natuurlijk, loopt natuurlijk in een golf. Maar als je straks alle schroeven erin hebt zitten, wordt het naar elkaar toegetrokken. En moet het rubber eigenlijk gewoon zijn werk gaan doen. Dus we wachten het gewoon af. We willen even gewoon kijken wat het gaat doen. En dan kunnen we altijd nog zeggen, we doen met transparante kit. Kitten we hem alsnog af. Dat je hem gewoon weer even eruit haalt. En nog alsnog kit ertussen gaat doen. Maar dat willen we niet gelijk doen. We willen eerst gewoon kijken hoe het zo gaat doen. Zonder kit. Gewoon zoals het hoort.
de rubbers die het raam zelf moeten afsluiten. Nou, een dubbel mooi raampje. Een mooi raampje. Koffiepauze nummer 2, oftewel ketten. Nadat ik mee heb geholpen om het raam erin te zetten in de deur van de schuur, waar Patrick vooral heel blij mee is, maar ik ook. Hij is blijer. Doen we nog samen even, heb ik nog even daarna gestofzuigd hier, voordat ik zo meteen ga dweilen en de boel ga soppen. En is het nu eerst tijd voor koffiemomentje nummer 2 en daarna gaan we... Alle twee weer aan de slag. Ga ik eerst hier alles even weer soppen. Dames en heren, ook de stoelen allemaal op de tafel. Eerst eventjes hier met een sop. Sop doe ik echt doorheen jagen. Is ook wel eens nodig, hè? Gebruiksverwijzingen. Nee. Nou, Patrick gaat even wat voor mij repareren. Althans, voor ons samen. Het vogelhuisje was... Het dakje ervan is lek, want hij is open. Dus de buurman heeft ons vorig jaar het vogelhuisje gegeven, zelf gemaakt... Dus ik had hem een berichtje gestuurd. Heb je garantie? Toen zei hij, nee, ik heb geen garantie op het maken ervan. Ik zei, ja, maar mijn dak lekt. En dan kan ik dus geen vogelvoer erin leggen, want dan is al de vogelvoer nat. Dus Patrick gaat even het dakje repareren. Soort van. Het is allemaal maar even bij jullie. Nou. Ik moest ook even komen helpen voor het raampje in de schuur. Dat was ook maar even. Ja. Dat was echt even. Terwijl Patrick naar het vogelhuisje gaat kijken, ga ik hier verder. Want ik ben nou helemaal klaar met alles afdoen, met de stopdoek en zo. Ik moet alleen nog even de glasplaten van de tafel schoonmaken. En dan ben ik alles op hoogte schoon. En dan kan ik alle vloeren gaan dweilen. Ja. En dan is alles klaar. En dan kan ik hier, terwijl alle vloeren aan het drogen zijn, de afwas opruimen en een nieuwe afwas afwassen. Er is alweer een brood uit de machine gekomen. Die is loeiheet. Dus ik kan lekker afkoelen. En dan hebben we vanmiddag weer vers brood. Nou ja, vanmiddag. Het is al middag. Het is al gewoon 10 voor 1. Maar ik wil even die vloer en zo af hebben. En dan kunnen we weer door. Ik zag je het vogelhuisje weer gemaakt hebt. Hij is weer gerepareerd. Dus hij is weer dicht. En jij bent bezig nou met de... Hoe noemen die dingen nou ook alweer? Windvanger, zo noemen die dingen. Ja, hoe noemen die dingen nou ook weer? Windafvangbanger. Ja, ik weet het nou. Goh, ik weet het nou allemaal niet meer, joh. Deze blijven zitten die had gemaakt. Dus kan de rest ook op die manier. Ja. Oh, en de interieurfilter heb je er al één gedaan? Nou, super. Klusje voor klusje, jong. Ho, ho, ho. Zo zie je het maar. Op een dag doe je veel op die manier. Hé, hey, Izzy. Het vrouwtje gaat zo meteen koken. Want we moeten zo meteen ook nog een keer wat eten. Ja. Nou, moet je alleen nog even roepen, hè? Ja, dat is Bakkes die op je gefluit reageert, maar een vogel nog niet. Niet lekker ze tussenuit te halen voor die honden. Hoi. Ja, ho, ze heeft het gewoon gevonden. Zo is het genoeg, hè? Dat is voor de vogeltjes. Die komen toch vanavond of morgen zijn ze er alweer. Let maar op. Over een uurtje wordt het donker, want de zon is al... Kijk, die zit er precies in dat gat. Zie je dat gat in het bos? Daar zo. Oh, ik heb bakken vast, hè. Daar zo zit de zon tussen dat gat. Dus hier betekent dat hij al achter de berg gaat nu. Dus dat betekent dat het over een uurtje donker begint te worden. Over anderhalf uur is het echt donker.
Ik ben onderweg naar de moestuin. Want daar ben ik al een paar dagen niet geweest. Omdat het zo regende. En de planten kunnen ook perfect even een dag, een paar dagen zonder mij. Of zonder ons. Kijk, dan is gewoon allemaal palmkool en zo. Dat kan allemaal gewoon. Dat doet gewoon zijn ding. De rode kolen. Maar we hebben ook nog heel wat tomaten. En paprika's daar. En daar nog wat tomaten. Die hoog nodig natuurlijk wel gewoon geoogst moeten worden als het nodig is. En daar zie je al een oranje pompoen. En hier zie je allemaal tomaten. Tomaten. Kijk, rode tomaten. Die mogen er allemaal af. En daar begint de grote joekel. Is al ver oranje. Hier hebben we nog flespompoenen liggen. Kijk, die ligt daar. Zie je er eentje liggen? Daartussenin. Daar. Ik zal hem van dichtbij laten zien. Ligt er nog eentje naast. Hier ligt er een. Die begint al mooi te verkleuren. Zo. En dan moet het, daar ligt er ook nog één. Daar. Maar het is nu voornamelijk tijd dat ik eventjes hier aan de slag ga om te oogsten. En dan gaan we er weer wat moois van maken. Dus dat is in ieder geval de bedoeling. Heel wat tomaten zijn dus ook best wel van de planten afgerukt met de regen en de wind. En ook zo tomaten zitten er dus tussen. En dat is jammer. Maar ja, we hebben al zoveel oogst gehad. Dan vind ik dit niet zo heel erg. Weet je, de vogeltjes en alle andere dingen vinden het ook lekker om van te eten. En dit is wel een klein, als ik dat allemaal eraf moet gaan snijden, dan hou je niks meer over. Bij een grote kan ik dat wel doen. Maar ja, het is zoals het is. Weet je, de zomer, de echte zomer is voorbij en de tomaat is nou eenmaal een zomerplant. En het staat bij ons buiten, nog niet in de kas. Dus ja, dan kan je dit krijgen met heel veel regenval in één keer. De planten hangen ook allemaal nog vol met paprika. Kijk. Echt, hangen echt een hele grote paprika's aan en wat kleinere. Maar het wordt van de week gewoon weer een hele week stralend weer. Met de zon. En kijk, en dan laat ik ze gewoon nog verder rijpen totdat ze rood of zijn. En als ze niet meer rood willen worden, dan maken we er weer wat anders van. Maar we vinden ze rood heel erg lekker. En ja, we gaan het aankomende week gewoon weer zien wat er van de week weer gaat gebeuren. Met de temperaturen. Maar ja, er liggen al heel wat kilo's paprika in de vriezer. Omdat ik dus al vaker heb gezegd, paprika's wekken wij niet. Want dat vinden wij zelf minder lekker. En die doen we gewoon lekker in de vriezer. Dus ik ben gewoon alle planten aan het afgaan. Of dat ik wat zie. En dan gaan ze gewoon de bak in. We gaan het zien. Het is niet heel veel, want ik heb alle eigenlijk... Deze heb ik dan eigenlijk afgehaald, maar die had helemaal niet eraf moeten... Eigenlijk. Maar dit heb ik meegenomen. En ik heb hier nog tomaten vanuit de vriezer van de tuin. En ik heb nog veel meer in de vriezer zitten. Want ik heb natuurlijk nog niet alles gewekt. Daar zit ook allemaal nog. Dat van de winter kan ik verder gewoon met wekken. Want we kunnen hier nog in opslaan. Dus dat is mooi. Alleen voor morgen is het misschien wel lekker om een soepje te eten. Dus ik heb wat tomaten uit de vriezer gehaald van de tuin. En dan met wat ik vandaag geoogst heb, dat snij ik alvast. Dan kan dan even een bakje in de koelkast. En dan kan dit gewoon lekker op zijn gemak ontdooien. En dan hebben we morgen soep die ik dan ga maken ervan. Ideaal. Lekker. Nou, de tomaten en de paprika's gesneden. En bij de andere tomaten gedaan in de pan. Maar ik denk, ja, waarom maak ik niet gelijk nu de soep? Want ik ga er geen vlees in doen. Ik ga hem gewoon met zoveel groentes doen. Dat je gewoon er vol van zit. Dus, ik wil nog even uien hebben. En binnen ligt namelijk nog knoflook. Hier hebben we ook nog een berg knoflook liggen van de tuin. Maar binnen heb ik nog een aangebroken bol liggen. Dus die ga ik eerst opmaken. Ik hoef alleen uien mee te nemen. Oh, en dan kan ik niet in één hand gaan tillen. Dus ik moet jullie even neerleggen. Ik heb een hand extra nodig.
De soep die begint alvast te pruttelen. Nou, tegelijkertijd het café aan. Super gezellig. En Patrick staat nu onder de douche. En dan gaan we zo meteen lekker de jacuzzi in. Daar zijn we alle twee aan toe. Patrick lag vanmiddag ook op de bank even te slapen. En hij was moe, dus we gaan lekker de jacuzzi in. We gaan vanavond lekker bubbelen. Dat gaan we doen. Ik ga de vlog afsluiten. Ja, dat ga ik doen. Dus, duimpjes omhoog en laat een leuke reactie achter. En dan zien we je heel graag morgen weer bij een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei doei.